Er staat een fris windje, moet ik zeggen. Goedemiddag overigens allemaal. Mijn naam is Edi. En ik ga weer eens ouderwets een ritje van mijn werk doen. Dat hoop ik althans. Ik had hem gisteren ook geprobeerd, maar toen deed mijn geluid het niet. Beetje jammer. Oei, ik ging door oranje. Hoi allemaal, welkom terug. Ik ben aan het testen met mijn geluid. En het resulteert in een enorme tik in deze video. En ik wil hem toch even posten, want een beetje file dingen. Hier zo, dit soort acties hier links. Best gevaarlijk, althans. Gevaarlijk niet, maar je moet daar wel op letten. Ik ga in deze video lekker door de file heen. Misschien vinden jullie het wel leuk om te zien. Maar tikken doet het wel. En dat is wel lastig. Ik heb heel veel geluid eruit geknipt. Hier komt weer een klein stukje tekst. Het is best nog wel een beetje. Dat bedoel ik dus. Dat ik er heel veel uit heb gehaald. Ik wens jullie toch veel plezier met kijken. Oh, en ik heb het motorgeluid. Maar aangepast, zullen we zeggen. Ik heb nu twee geluidsrecorders. Eentje in mijn tanktas en eentje onder mijn zadel. Daardoor is dit wat zwaarder. Ik kreeg de vorige keer een opmerking over van een van mijn collega's. Dankjewel daarvoor trouwens. Dus dat heb ik nu geprobeerd en daardoor klinkt het geluid wat zwaarder. Ik zal het zo het verschil even laten horen. Ik zal hem eens even aanpakken. Ja, flits. Jammer joh. Als het goed is, hoor je nu het oude. Dit is mijn tanktas. En hier hebben we allebei. Dus hier hoor je heel goed het verschil. Ik moet zeggen, dankzij de feedback ben ik gaan testen. Ik ben blij met het resultaat, dus ik vrees dat ik twee geluidsrecorders nodig ga hebben voor dan. Het geluid is wel een stuk voller, het is een stuk mooier. Ik maak de ruimte voor die andere auto, voor jou. Ach ja, het is druk op de weg zo te zien. Ik krijg een andere route voorgesteld, dat gaan we niet doen. Van de week wilde ik hier gewoon de Utrechtse baan af. En die stond vol. Ik dacht, dat gaan we niet doen. Dus toen ben ik door de tunnels gegaan, dat is de 14. En nu oogt het ook weer vol te staan. Ik denk dat we gewoon weer lekker de Utrechtse baan op gaan. Oh, dat is voor Zoetermeer. A12. Nou, daar hebben we geen last van.
Ja, en zo rijden we dus lekker naar huis. Het zonnetje schijnt, daar ben ik wel blij om. Hoewel ik dan wel kan zien dat mijn windscherm enorm vies is. Dat is dan weer een beetje jammer. Zo. Ik ben een beetje in dubio ook. De laatste dagen gewoon weer lekker met mijn videobeelden bezig. De laatste weken met de vakantiebeelden. Ja, dat is gewoon leuk om te doen. Ik merk wel dat daar waar de 360 camera staat, dat het soms niet zulke leuke beelden geeft als dat ik zou willen. Ik heb hem nu aan de linkerkant van de motor gezet. Daarom. Dus ik ben benieuwd dat het wat andere beelden heeft. Ik moet toch wat meer gaan testen, vind ik zelf. Stuurt me alweer om. Dat ga ik allemaal niet doen. Ik probeer me over het algemeen redelijk aan de snelheid te houden. Dat wil zeggen op de GPS max 4 te snel. Dat gaat de ene dag ook beter dan de andere, moet ik eerlijk zeggen. En het was dan niet eens altijd bewust, want ja, het is een motor, ik heb geen cruise control. Het is een oude motor, het is oud, 2007, daar zit nog geen cruise control op. En dan soms ga je net even te snel, of soms net even wat langzamer. Ik doe mijn best om zo standaard of zo consequent mogelijk te rijden. Dat lukt niet altijd. Zullen we niet veel met z'n spelen? Zo. Bij zulke bewegingen word ik toch altijd wat voorzichtiger. Gewoon bewust het gas dichtrijden, zie je dat? Als jij iets naar voren krijgt, kan ik er langs. Een stukje nog.
Kan ik rechts blijven rijden? Het houdt niet over, maar het past. Ik vind wel dat ik in de polder woonde. Dat was wel even wat anders. Maar had je dit allemaal niet? Ja, dan is het 5 à 10 minuten misschien, max. Afhankelijk van waar ik werkte. De laatste 20. Ben je in de polder? Dat is een enorm verschil. We hadden het net over snelheid. Je kan mijn snelheid nu zien. Ik rij bijna 60, ik rij 60. Ik ben niet roomser dan de paus. Als ik hier met onze auto rijd, dan rijd ik op de cruise control 57, dat wil zeggen 54 op de GPS. En met de motor probeer ik het ook altijd te doen, maar ik reed nu gewoon met het verkeer mee. Ik zat op de linkerbaan en al het verkeer, voor en achter, reed die snelheid. Dus wat is het dan, hè? Ik vind dat soms nog best wel lastig hoor, om echt gewoon strak de snelheid te blijven rijden. Ik wil bijtrekken en weer naar links. Ja, zo zie je maar. Als je geconcentreerder wordt, dan ga je je bezighouden met hetgene wat je doet. Dan wordt er dus minder gesproken. Ik moet zeggen, met het aanbod van dit verkeer ben ik redelijk geconcentreerd. Het is namelijk gewoon druk op de weg. Dus, het is echt gewoon druk. Ah, helemaal. Had ik niet verwacht.
Ik heb er zin in. Dat is nog weinig zin, maar er staat alles aan rood. Ik moet zeggen dat ik trek heb. Zou kunnen. Laat ik het risico niet nemen. Yo, let's go. Come up.
Nou ja, dit is dan weer de video zo'n beetje. We gaan al bij de Davrit weer af. Met ZZ Top, Give Me All Your Love In. Klinkt lekker door de helm heen. Note to self. Scherm schoonmaken. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze iets wat onzinnige rit. Dit is wat ik bijna dagelijks doe op dit moment. Rijden van en naar het werk. De motor dan wel te verstaan. Kom bij hem bezitten. Mijn Pan European ST1300, mijn trouwe fiets, maar tot nu toe één keer laten staan. Eén keer als in letterlijk slijtage. Ja, okay. De eerste keer was een afgebroken sleutel. Had ik misschien eerder op moeten anticiperen. En de tweede keer was een kabelbreuk tussen de omvalsensor en mijn benzinepomp. De brandstofpomp. Ja, en als de brandstofpomp geen signaal krijgt dat hij brandstof mag pompen, kan je startmotor de motor rondgooien tot hij leeg is. De accu leeg is. Er gebeurt er geen reet. Dus, toen is hij afgevoerd en gediagnosticeerd. En ja, dat hebben ze hem uiteindelijk gefixt. Ze hebben gevraagd, moeten we de kabel traceren en de kabelbreuk maken? Of gaan we een nieuw kabeltje erin leggen? Nou, dat antwoord lijkt me vrij duidelijk. Doe maar een nieuw kabeltje, want de kabel traceren, waar zit in godsnaam de fout? Bedankt allemaal voor het kijken. Tot ziens en de volgende keer. En, ik moet even bedenken wat voor filmpjes we nog gaan maken. Ik heb niet zo heel veel in de planning staan. Dus ik ben benieuwd wat het wordt. Zo, stil! Bedankt, dag. Doe je speakers nog?